de kopman Robin Haase zich bij jou afgemeld. Wat is het verhaal daarachter? Het verhaal daarachter is dat hij gekozen heeft voor een ander toernooischema. Hij wilde toernooi spelen, challenges op gravel in de periode dat de Davis Cup was. Om te werken aan zijn ranking. En daarom was hij niet beschikbaar. Kwam dat voor jou als een donderslag bij helder hemel? Het was wel verrassend, ja, toen hij dat zei. En toen, sorry. Het was wel verrassend toen hij dat zei. En toen heb ik daarna een tijd met hem gesproken, ook een aantal dingen verteld. En met name ook dat ik het ook wel apart vond, omdat we van de zomer een goede wedstrijd hebben gespeeld tegen Oostenrijk, waarin hij een hele grote rol heeft gespeeld, ook in die overwinning zelf. En dan speel je tegen de huidige Davis Cup houder Zwitserland met grote namen. En dan denk je ook van ja, dat zijn ook de wedstrijden waarvoor je het doet. Ja, en als je dan voor dat soort wedstrijden afmeldt, ja, dat is verrassend. Welke conclusie trek jij daaruit? Nou, dat hij kiest nu voor zijn ranking en niet voor het Davis Cup team. Neem je hem dat kwalijk als Davis Cup captain? Nee, ik respecteer zijn beslissing. Hij maakt die keuze om dat zo te doen. En dat is natuurlijk ook aan hem uiteindelijk. En zoals ik al eerder zei, ja, het zou niet mijn keuze zijn. Maar goed, we hebben in het leven allemaal wel eens dat we andere keuzes maken. Nu was zijn verhaal in aanloop naar dit toernooi in Alphen dat hij juist niet op gravel wilde spelen, omdat hij rekening hield met de Davis Cup. En nu is het blijkbaar 180 graden gedraaid. Weet jij wat erachter zit? Oh, dat wist ik niet. Dat de reden was waarom hij hier niet zou spelen. Ik ben daar eigenlijk nooit mee bezig geweest. Alleen met de wedstrijd dan voor de Davis Cup. En daar heb ik hem over gesproken vlak voordat hij naar Amerika ging. En dat is het verhaal wat hij mij vertelde. Dus dat van het andere is mij niet bekend. Nu heeft Igor Seisling zich ook afgemeld om andere redenen. Hoe groot is hun gemis? Ja, Igor heeft aangegeven niet fit genoeg te zijn voor een best of 5 in het Davis Cup verband. En zich daarom niet beschikbaar gesteld. Een fitte Seisling en een fitte Haase die vol kunnen spelen, dan ben je als team ben je sterker. Dat lijkt me duidelijk. Maar goed, dat neemt niet weg dat we met deze spelers er ook alles aan zullen gaan doen om een goed resultaat neer te gaan zetten. En dat we onze huid duur gaan verkopen en vechten tot het eind. Maar hoe reëel is de kans dat je iets kan uitrichten tegen Zwitserland met Federer en Wawrinka? Ja, maar zo denken topsporters niet, hè. Die gaan niet denken van oké, wat is reëel? Je bent realistisch, maar je gaat overal voor. Ook al moet je hoge bergen beklimmen, je gaat die uitdaging ga je aan. En dat gaan we nu met het team ook. Natuurlijk zijn Federer en Wawrinka, zeker als je al kijkt naar de plaats op de wereldranglijst, is natuurlijk een enorm gat tussen ons team en die twee. Maar dat neemt niet weg dat we er niet alles aan gaan doen om een goed resultaat neer te zetten. Nu heb je dus te maken met de afmelding van je kopman, Robin Haase. Nou is het normaal zo dat je natuurlijk al een beetje probeert vooruit te kijken in de toekomst. Wie kan in de loop der jaren zijn positie overnemen? Hoe zit dat in het Nederlandse herentennis? Zit er een generatie aan te komen? Zit er iemand waarvan je zegt die zou dat wel eens kunnen op gaan vullen in de toekomst? Nou ja, dat is moeilijk, hè. Je vraagt hoog niveau. Er is enorme concurrentie wereldwijd in het tennisgebied. We hebben in het verleden natuurlijk een grote groep spelers gehad die bij de wereldtop acteerden. Of in de wereldtop acteerden. Dat was voor die tijd ook niet. Dus het is niet heel normaal dat continu is. Dus dat zal ook met golfbewegingen blijven gaan. Alleen gaat het erom, als je wel zo'n generatie hebt die het in zich heeft om ver te komen en omhoog te komen op de wereldranglijst. Ja, dan moet je er als KLTB voor zorgen dat er in ieder geval een structuur staat. En de juiste mensen op de juiste plek staan om die spelers daar te krijgen. En daar zijn we achter de schermen hard mee bezig om de structuren aan te gaan passen. En kijken dat we de toekomst van het Nederlands tennis in ieder geval gaan waarborgen. Heb je daar ook een beetje rekening mee gehouden in de huidige selectie? In principe heb ik we gaan met 5 man daar naartoe. En dat zijn de sterkste spelers op dit moment. En Tim van Rijthoven is daarbij aangesloten. Die gaat daar in eerste instantie mee om ervaring op te doen ook en om mee te trainen. We zullen zelf wel zien hoe het in die week gaat natuurlijk. Maar ik denk dat Tim van Rijthoven voor de toekomst wel een speler kan zijn die in het Davis Cup team gaat acteren. Ja. En bijvoorbeeld in de voetsporen kan treden van een Robin Haase? Nou ja, hij is 18 jaar en er is nog best wel wat ruimte voor verbetering vatbaar, zeg maar. Dus daar gaat nog wel een paar jaar overheen. Maar hij heeft wel in zich om een goede speler te worden. Hoe hoog die gaat komen, dat is niet aan mij, dat is aan hem. En dat kan ik nu nog niet zeggen. Slotvraag, ongeacht de uitkomst van die ontmoeting met Zwitserland. Verwacht jij dat in de volgende Davis Cup wedstrijden Robin Haase weer gewoon beschikbaar is?
Ja, het is niet een issue van nou, Davis Cup speel ik nooit meer of dat past allemaal niet. Nee, het is echt voor deze ontmoeting. En er komen een aantal dingen nu bij elkaar. En dat is ja, vervelender, omdat je nou, wat ik al zei, tegen de huidige Davis Cup winnaar speelt. En ja, daarin kan je je land vertegenwoordigen en op het hoogste niveau spelen. En dat is voor mij teleurstellend als iemand daarom afzegt. Maar dat heeft geen consequenties voor hem wat jou betreft? Nou, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik kijk naar de eerstvolgende ontmoeting en dat is deze Davis Cup ontmoeting. En daar doe je alles voor. En daar bespreek je een aantal zaken met de spelers. En dat doe je ook gedurende het hele jaar. Maar het is niet zo dat we automatisch dan gaan zeggen van, hè, zoals ik er nu tegenaan kijk, van oké, dat gaat problemen opleveren of zo. Nee, het is niet fijn. En zeker ook, denk ik, voor hemzelf. Hij geeft zelf een signaal af van oké, zo en zo zit ik in elkaar. Maar goed, dat heb ik al gezegd. Dat is zijn keus. Toch nog één vraag. Je komt hier in Alphen deze week kijken naar, nou, je hebt gekeken naar Timo de Bakker die in de eerste ronde heeft verloren. Jesse Houtegaloen ga je ook nog naar kijken. Hoe staan zij ervoor wat jou betreft? Ja, en andere spelers heb ik ook bekeken hoor. Het is niet alleen dat ik die spelers. Ik ben sowieso geïnteresseerd in toernooien, want ook als KLTB vinden we dit toernooi ook belangrijk dat het er is. En daar helpen we ook in mee. Dus in eerste instantie praat je ook met de toernooiorganisatie en hoe het allemaal gaat. Voor de rest kijk je wedstrijden en je ziet dat er gelukkig een hoop Nederlanders deelnemen. Want daar organiseer je het ook voor natuurlijk met elkaar. Dat de Nederlanders het goed kunnen doen, maar ook hun punten kunnen halen voor de wereldranglijst. En uiteraard volg je dan de Nederlandse spelers. Zeker met het oog op de Davis Cup volgende week. Hoe Timo en nou ja, straks gaat Jesse spelen. Dan ben ik natuurlijk extra geïnteresseerd omdat het op korte termijn spelers zijn die je gaat inzetten. Zijn het ook spelers die op dit moment de vorm hebben die jij zoekt? Nou, dat is niet de vorm die nodig is om Federer en Wawrinka te verslaan natuurlijk. Maar nogmaals, we hebben tijd. Het is volgende week vrijdag dat de eerste wedstrijden gespeeld worden. Dus we hebben nog ruim een week de tijd om de puntjes op die te zetten.